Routelint is een van de eerste stappen in ons programma Trein op Lijn. En het is een tool die de machinisten ondersteunt bij het nog punctueler, nog duurzamer en nog veiliger rijden van onze treinen. Routelint gaat helpen om de veiligheid op spoor te verbeteren. Routelint vertelt de machinist waar hij is, wat er om hem heen gebeurt en daardoor kan hij beter anticiperen en STS'en voorkomen. Een mooi voorbeeld is natuurlijk Geldermalsen. Daar moet ik met de Intercity de stoptrein voorbij. Dus die stoptrein kan ik op Routelint zien. Als die wat aan de late kant is, dan kan ik daarop anticiperen. Dan hou ik net even iets meer ruimte, zodat ik toch soepel Geldermalsen door kan rijden. Routelint gaat niet alleen de machinist helpen, maar zeker ook de treinleider. Want nu komt het heel vaak voor dat de machinist natuurlijk niet weet wat er aan de hand is en dan toch de treinleider belt om informatie te krijgen. Op het moment dat Routelint zorgt dat de machinist de informatie heeft, dan is dat bellen naar de treinleider niet meer nodig. Routelint geeft voor mij het voordeel dat de machinisten niet meer bellen, waardoor ik me beter kan concentreren op het geven van de rijwegen, dus veiliger werk. En als ze toch bellen, dan begrijpen we elkaar gelijk, want ze gebruiken dezelfde baanvaknummers en cijfers als wij doen. Mijn ervaring met Routelint zijn dat ik er een hoop plezier van heb. Ik zie wel spoornamen in plaats van stationsnamen. En in het begin is dat even wennen, maar je hebt al heel snel door hoe de situatie op het spoor is. En daarmee zie ik inderdaad ook veel beter welke treinen voor me rijden en of die vertraging hebben. Routelint is inderdaad een hulpmiddel. Dat geeft wel aan dat ik hem alleen maar moet gebruiken op de momenten dat ik dat veilig kan doen. Daarnaast is het ook fijn voor de reiziger. Want het zal daardoor ook minder vaak voorkomen dat een trein ineens midden in het weiland stilstaat. Je weet als reiziger niet waarom. En nu weet je, de afstand is groot, ik ga langzamer rijden. En daardoor voorkom je ook die plotselinge stilstand. Routelint brengt meer veiligheid op het spoor. De makkelijkste manier om STS-passages te voorkomen is door altijd een groen sein te hebben. En Routelint is een middel wat ons daarbij gaat helpen. Dit betekent een hogere efficiëntie in het spoorgoederenvervoer. Ik ben enorm trots op wat we nu neergezet hebben met Routelint. Maar dat betekent zeker niet dat we nu klaar zijn. We gaan door met het ontwikkelen van Routelint de komende jaren. En hoe we dat gaan doen en welke stappen we gaan zetten, dat gaan we komend jaar bepalen. Dus even nog in het kort. Routelint staat voor minder energieverbruik, een verbeterde punctualiteit, een verbeterde samenwerking met de treindienstleider, de sporen worden beter benut, de spoorcapaciteit. En het zorgt ook voor meer comfort voor onze reizigers. Maar boven alles gaat het over een verhoging van de spoorveiligheid.